We gaan nu eens wat dieper kijken naar deze factoren en we gaan beginnen bij de genetica, bij de erfelijkheid. De erfelijkheid bij heupdysplasie is iets complex. Men zegt op dit moment dat er verschillende genen een rol spelen bij heupdysplasie en dat de omgevingsfactoren bepalen of dat die genen tot uiting komen. Op dit moment is er geen enkel gen gevonden wat zorgt voor veranderingen in het skelet of de bouw van de hond, maar wel genen die wellicht zorgen voor afwijkingen van het kraakbeen, wat dan uiteindelijk zorgt voor heupdysplasie. We weten ook dat heupdysplasie voorkomt bij grote en kleine rassen, bijvoorbeeld 80% van de mopshondjes en ook onder andere pomeriaantjes. Op dit moment weet men ook dat heupdysplasie geen mutatie is, dat het niet dominant is, niet recessief, maar wel zeer complex en waarschijnlijk verschillend per ras. De erfelijkheid van heupdysplasie is wellicht iets kleiner dan 0,4 en dat wil zeggen dat een groot deel van heupdysplasie afhankelijk is van de invloeden van de omgeving. Dat wil ook zeggen dat de selectie traag verloopt en dat het dus langer duurt om de erfelijkheid van heupdysplasie zoveel mogelijk ergens uit te fokken. Daarom is het heel belangrijk om de ouderdieren met heupdysplasie zo goed mogelijk te kunnen identificeren en dus met andere woorden dat er bij zoveel mogelijk honden een beoordeling van de heupen gebeurt. En enkel op die manier kan men bepalen welke ouderdieren een erfelijke factor met zich meedragen. Een beoordeling van de heupen moet onder narcose gebeuren. Er wordt een RX-foto gemaakt en die wordt dan beoordeeld door de kennelclub van het land waarin de hond woont. Voor België is dat de KMSH en voor Nederland de Raad van Beheer. En zij geven dan een score aan de heupen, zodat het duidelijk wordt welke honden uit de fok moeten geweerd worden. En die score die gaat van A tot E, waarbij A perfecte heupen zijn en E heupen met zeer zware heupdysplasie. En dat zie je hier links. Links is een normale heup. En wanneer je gaat naar rechts, dan zie je dat die honden een zeer zware heupdysplasie hebben. Iets wat zeer veel effect heeft op het ontstaan van heupdysplasie is het gewicht van je hond. Een hond die een hoger geboortegewicht heeft, heeft meer kans op heupdysplasie, maar ja, logisch is dat wel iets waar we weinig kunnen aan doen. Waar we wel iets kunnen aan doen, is het gewicht van je hond op zowel jonge leeftijd als dan volwassen leeftijd en oudere leeftijd. We zien dat bij puppy's die niet onbeperkt gevoerd worden, dus met andere woorden, puppy's die mooi slank gehouden worden, dat die veel minder kans hebben op heupdysplasie. Maar dat is niet het enige voordeel. Ze leven ook gemiddeld 1,8 jaar langer en hun immuunsysteem werkt beter en ze hebben een betere glucoseconcentratie in hun bloed. Ze groeien ook trager en ze worden iets minder groot. En dat is absoluut een voordeel en gezonder. Soms heeft men schrik dat pups te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Nu, dat heet ondernutritie en hiervan is het bewezen dat het geen effect heeft op heupdysplasie. Het overgewicht, overnutritie, honden die te veel van bepaalde mineralen of te veel calorieën krijgen, hebben wel meer kans op heupdysplasie. Wat betreft supplementen heeft men gezien dat te veel calcium opgeslagen wordt in het bot, wat dan kan leiden tot een botdeformatie, dus aan veranderingen van het bot. Ook vitamine D speelt daarin een belangrijke rol, aangezien dat dit de opname van calcium regelt. Dus een overschot aan vitamine D kan leiden tot problemen. Te veel of te weinig fosfor kan ook zorgen voor afwijkingen, maar het is vooral de verhouding calcium-fosfor die van belang is.
Onderzoeken hebben ook aangetoond dat te veel vitamine C ook de kans op heupdysplasie verhoogt. Op het moment dat een hond problemen heeft, dus op het moment dat er artrose optreedt, zien we dat bepaalde supplementen, zoals kurkuma, een beschermend effect geeft op die ontstekingsreacties. Dus met andere woorden, eens er heupdysplasie opgetreden is, kunnen bepaalde supplementen wel een positief effect hebben. Maar het is zeker niet aan te raden om aan je pup of je hond supplementen te geven zonder dat er een probleem is en ook zonder advies te vragen aan je dierenarts. Overgewicht is sowieso een groot probleem bij honden. Zo zien we dat er bij showhonden, waarbij je toch zou mogen verwachten dat ze een correct gewicht hebben, 20% van alle honden overgewicht heeft. En dat vooral bij de grof gebouwde rassen. Op deze tekening is de hond die 3 op 5 haalt, of 5 op 9, degene met een gezond gewicht. Dat wil zeggen dat de ribben makkelijk voelbaar zijn en dat de hond een taille heeft. En de laatste, dat zie je het beste wanneer je hem langs boven bekijkt. Het belang van beweging bij je hond start reeds op hele jonge leeftijd. Zo is de ondergrond van de werpkist heel belangrijk. Wanneer dat die ondergrond te glad is, bijvoorbeeld door kranten te gebruiken, dan stijgt het risico op heupdysplasie met 1,6. En wanneer deze niet glad is, dan daalt het risico. Ideaal is het wanneer de pups voldoende grip hebben op de ondergrond, zodat wanneer ze drinken bij de moeder, dat je de onderzijde van de pootjes niet ziet. Dus met andere woorden, dat de puppy tijdens het drinken volledig op zijn kussentje steunt. Een mat die ervoor zorgt dat de pups niet wegglijden, is hierbij ideaal. Men heeft ook gezien dat wanneer honden gedurende de eerste 3 maanden op trappen lopen, dat de kans op heupdysplasie sterk stijgt. Dus met andere woorden, wacht ermee om je hond op trappen te laten lopen tot hij zeker ouder is dan 3 maanden. Ze hebben ook gezien dat honden die vaak een bal of een stok apporteren, 2,2 tot 2,6 keer meer kans hebben op heupdysplasie. En dat deze honden ook meer kans hebben op de secundaire, dus de tweede fase van heupdysplasie. Honden die meer dan 60 minuten per dag wandelen op volwassen leeftijd, hebben minder kans op symptomen van heupdysplasie, omdat hun spieren door dat wandelen sterker zijn. Dus met andere woorden, trainingen van die heupspieren hebben zeker hun nut. Wanneer je kracht traint bij je hond, is het ideaal om 15 à 20 herhalingen te doen en 3 reeksen. Bijvoorbeeld, je laat je hond 15 keer zitten en staan. Daarna geef je hem een minuutje rust. Je laat hem opnieuw 15 keer zitten en staan. Terug een minuutje rust. Gevolgd door een laatste reeks van 15 keer zitten en staan. Maar dat is niet het enige wat je kan doen om kracht te trainen. Je kan ook werken met cavalletti's. Je kan het combineren met stabilisatietraining. En wanneer de spieren van je hond sterker worden, kan je ook gaan naar uithoudingstraining. Sporten zoals zwemmen zijn erg goed voor de gewrichten van je hond. Maar vergeet echter niet om ook activiteiten te doen die de gewrichten van je hond lichtjes gaan belasten. En zo worden de gewrichten gestimuleerd om sterk genoeg te blijven. Let hierbij wel op dat je hond na de activiteit niet meer last heeft. Want gewrichtsproblemen hebben de lastige gewoonte om vooral achteraf symptomen, achteraf last te geven. Dus niet zozeer tijdens de activiteit zelf. Of castratie de kans op heupdysplasie verhoogt, blijft momenteel een lastig verhaal. Onderzoeken zijn hier namelijk niet zo duidelijk in. Op dit moment weet men sowieso dat castratie beneden de 6 maanden af te raden is, maar andere onderzoeken geven tegenstrijdige resultaten.
Een aantal van hen tonen aan dat castratie, voordat de hond volgroeid is, meer kans geeft op heupdysplasie. En mogelijk hebben de hormonen van de moeder ook een effect op heupdysplasie, maar dat is nog niet zeker. Wat is er belangrijk wanneer er heupdysplasie vastgesteld wordt bij een jonge hond? Nu, het belangrijkste is om die eerste piek zo klein mogelijk, zo laag mogelijk te houden. Dus met andere woorden, ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk symptomen optreden op jonge leeftijd. En dat gaat de ernst van de tweede piek, de secundaire artrose, op volwassen leeftijd verminderen. Er zijn een aantal manieren waarop je dit kan gaan behandelen. De eerste is wat we noemen conservatief en deze is zonder operatie. In de eerste plaats is het hierbij belangrijk om overgewicht te vermijden. Dat is echt cruciaal. Zorg er ook voor dat de spieren zo sterk mogelijk worden zonder te gaan overbewegen. Een jonge hond mag je niet te veel gaan belasten. En na een inspanning moet een hond mooi normaal kunnen blijven lopen en mogen er geen afwijkingen in het gangpatroon zijn. Ook niet de volgende dag, want dat is heel typisch voor gewrichtsproblemen. Vaak geven zij pas last de dag nadien als je overbelast hebt. Osteopathie en chiropractie kan daarin ook een positief effect geven. Ze zorgen ervoor dat de hond een mooi gangpatroon heeft en ook dat er geen abnormale krachten zijn die inwerken op de gewrichten door spierspanning. Vergeet ook het positieve effect van zwemmen niet en laat de hond regelmatig zitten. Zitten zorgt ervoor dat de heupkop netjes in de kom zit. En een tweede stap wat je kan toepassen is medicatie, met name pijnmedicatie. En de derde, laatste stap tenslotte is chirurgie. Voor meer informatie over gezond opgroeien en de relatie tussen gezondheid en gedrag, kan je een kijkje nemen op Udemy en de link hiervan vind je ook op mijn website.